wel een soort thema inderdaad, dat mij op het moment heel erg bezighoudt van alleen zijn en dan kijken naar van de maatstaf van waarom je geen partner hebt of wil je wel een partner en dan ja, er is niet echt een antwoord op die relatie met jezelf, dat is het enige waar het om gaat. Dat je eigenlijk gewoon tot die ontdekking ben gekomen van ja, dat. Ikzelf. Ja, als je dan zegt van ik wil een relatie met mezelf. Volgens mij heeft dat ook al een keer van ik ben verliefd op niemand, zoiets. Het kan dus van de fase afhangen waar we in zitten of het wel of niet zo verstandig is om wel of geen relatie te hebben. Als je merkt dat je heel erg in proces bent, zal het tijd vragen. En of we hebben een relatie waarin daar de ruimte voor is of niet. Nee, dus open in die zin van het valt niet per se om woorden te vangen of te vatten, maar een soort van het doet er niet toe. Het is gewoon open en ja, wel of niet. Dat is een hele prettige houding. Dan gebeurt het wel of het gebeurt niet. In plaats van ik ben er naar op zoek of ik wil het wel of niet. Ja. En verder moeten we er altijd rekening mee houden dat we zelf altijd hard to live with zijn. Dus vaak hebben we het wel eens over van ik wil de ware zoeken. Maar zoals ik in een van die valse noten schrijf, van vraag je je wel eens af of jij de ware bent voor die anderen. Waar kom je mee aanzetten eigenlijk? Is that a good deal for the other? Weet je wel? Als hij of zij nou maar. Nee. Jij. En in hoeverre klop je al? Want je brengt zowel je kloppendheid als je niet-kloppendheid mee. In de aanbieding die je doet aan die ander. Dus ja. Hoe goed doet die zogenaamde liefde van mij die ander eigenlijk? Of is het eigenlijk behoefte? Maar verliefd worden dondert het toch ook gewoon uit? Niet per se, we blijven diertjes. Is dat zo? Hoe je ernaar kijkt is misschien anders, maar ik denk dat mensen gewoon vatbaar blijven zolang ze rondlopen. Ik kan me toch nog herinneren dat bij het Merocentrum dat ik zei van ik dacht dat dat toch een oprechte emotie was. Dat je toch behoorlijk begon te lachen. Maar dat is iets anders. Okay. Natuurlijk niet. Het is een of andere hele rare fixatie. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat degene die weet dat dat een rare fixatie is, er meteen immuun tegen zou zijn. Wel, het wordt wel herkend als zodanig. Dus. Er zal wellicht anders mee omgegaan worden, maar om nou te zeggen van zodra je wakker bent word je nooit meer verliefd, I don't know. Want ook wakkere mensen zijn idioot hoor. Ik weet niet veel, maar volgens mij kan alles. Ja, oké. Okay. Want ik ben wel benieuwd wat je te zeggen hebt over de schaduw. Is dat het onbewuste deel van de geest wat onder de oppervlakte aan de touwtjes trekt? Of kun je dat zo niet zeggen? Nou, het is wel een onderbewust, want niet per se onbewust, want daar kunnen we niet bij, maar een onderbewust aspect. Een schaduw over het algemeen is niet het meest positieve element. Dus in dat onderbewuste zitten positieve, neutrale en niet zo positieve elementen. Maar het is wel van belang. We bestaan ook uit duisternis. En we hebben natuurlijk allemaal, zeker dat sinds het humanisme is uitgevonden, een of ander raar idee dat we in de grond van de zaak goed zijn of zo. Maar I doubt that. Ook niet slecht. Maar we zijn juist een mengsel.
Dus bij bewustwording hoort dat we niet alleen de probleempjes oplossen, maar ook oog krijgen voor onze inherente duisternis. Onze hang naar duistere zaken. Maar dat doen we nou juist zo heel erg ons best voor om dat dan niet te zien. We hebben daar zelfs een automatisch systeem voor. Ja, en verhaaltjes. Dus bijvoorbeeld, wat ik nog heel goed weet, in de tijd dat ik nog, nadat de depressie net aan het overgaan was en ik begon te kijken en te voelen, was het ook daarin kijken. En dan de eerste laagjes, dat is een beetje een poor me verhaaltje. Dus dat is heel ik-gericht, maar als je daar dieper in gaat, dan kom je gewoon bij duisternis uit. Chaos, duisternis, gevaar. En dan begin je ook te realiseren dat je allemaal ook een gevaarlijk wezen bent. En dat er niet alleen maar nobele trekjes op zitten. Maar dat er een wil in ons zit die allerlei toonsoorten kent. Ook die van vernietiging. Gewoon om de vernietiging. Geweld om het geweld. Dus we vinden het, bepaalde subaspecten of subpatronen van ons vinden het prettig om anderen te helpen. En zitten ook trekken in ons. En zeker als je daar niet op let om juist een ander dwars te zitten. En dan hoeft het nog niet eens per se een voordeel op te leveren, want je hebt lui die benadelen anderen om er zelf voordeel aan te hebben, maar puur vanuit de lol in het andere, het lastig maken of kwellen, die valsigheid zit er ook in. Ik hou nooit zo van ideeën die zeggen van de mens deugt totaal niet, weet je wel. Erfzonde en weet ik veel wat, we zijn allemaal slecht, dat slaat nergens op. Maar gaan zitten dromen dat we allemaal eigenlijk goed zijn, is ook kletskoek. Is het dus een illusie om te denken dat je die schaduw de baas kunt worden? Nee, je kunt je er bewust van worden, ja. Voor zover dat gaat. En dat is beter, want dan kun je je weer houden. Ja. Wel, als het onbewust blijft, dan om de havenklap zal het er met je vandoor gaan. Dus het er helemaal uitkrijgen, daar geloof ik niet in. Het beter ermee leren delen, dat kan zeker. Ja, dus zo'n oog ophouden. Juist, en dus dat begint met erkenning. Ik ben ook zo. Dus die eerlijkheid heeft ook daarmee te maken van ja, zo ben ik ook. En als je het herkent en die tendens zet zich in en je bent er op tijd bij en let's say helder of sterk genoeg, dan kun je een negatieve beweging wellicht stoppen. Maar wat je in ieder geval niet moet doen als je zegt voor waarheid en eerlijkheid te zijn, is net doen alsof het er niet is. Dan wordt die gevaarlijk, hè? Ja, natuurlijk. Alles wat we onbewust houden en ontkennen, blijft invloed op ons uitoefenen, maar dan kunnen we er niks mee. Dan verbergen we het zelfs voor onszelf. Dat is geen goed idee. En die duisternis die heeft er altijd in gezeten? Yes. Soms gebeuren er dingen en dan wordt verklaard van ja, dat komt omdat iemand dit en dat in zijn jeugd heeft meegemaakt. Nou, uiteraard, trauma's en ellende kunnen een vervormend effect hebben. Maar als je daar goed over nadenkt, dan gaan we de kant op, of dat risico zit erin, om te denken dat alle zogenaamde slechte of duivelse, of hoe je dat wil noemen, duistere dingen, komen door trauma's. I don't think so. Het zit gewoon in ons. Chimpansees die vinden het al prettig om elkaar te helpen, maar vinden het ook af en toe prettig om er een helemaal verrot te slaan. Weet je wel, dus agressie hoort er ook bij. Zo zijn wij ook. Het kan misschien geactiveerd worden door... Ja, of zoals ik ergens opschrijf, is de traumatische ervaring een interessante outlet voor de duisternis die er toch al zat. Dat hoor je psychologen nooit zeggen, obviously. Want die zitten in de repair business enzovoorts. En die hebben vaak het idee dat wij wel deugen eigenlijk, maar dat alles wat misgaat is door aangedane ellende. I doubt that. Ik denk niet dat hele volkstammen die de neiging hadden om grote rijken te stichten en dus allerlei andere volken te onderwerpen, dat van alle soorten en maten en alle rassen hebben dat gedaan, dat ze dat deden omdat ze allemaal getraumatiseerd waren. Nee, ze vonden het gewoon leuk. Het is heerlijk om te overheersen. We hebben een wil tot macht in ons zitten en die willen we uitleven. Weet je wel? Dus
Anders zouden alle Mongoolse warriors of weet ik veel wat allemaal getraumatiseerd zijn. En nee, het was gewoon feest. Lekker plunderen en slopen en platbranden en moorden, heerlijk. En verkracht. Ja, obviously. Ja, alsof er ook een soort van collectieve schaduw naar boven kan komen, hè? Nee, of gewoon een deel van onze aard. Ik denk dat het een inherent deel is van de menselijke aard. Dat zit er ook in. Net zo goed als samenwerken en elkaar helpen en ervan genieten om iemand blij te zien worden. Niet alleen door wat ik deed, maar gewoon het gaat goed met iemand, dan kun je daar blij om zijn. Dus medevreugde zit er ook op. Weet je wel, maar vernietigingsdrang of dat soort dingen zit er ook op. Is er een evolutionair aspect voor aan te wijzen, voor het bestaan daarvan? Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. You need to protect your investment. Ergens moet je grens trekken. Ja, yeah, of course. Daarom hebben we niet alleen invoelingsvermogen nodig, maar ook tanden. Speel je dan geen gevaarlijk spel als je die grens probeert op te heffen? Ik begrijp niet wat dat is, opheffen. Nou ja, uiteindelijk ben je alles en niets. Hè? Dus we proberen je misschien voor een deel ook te kijken of je dat kunt zien, dat dat zo is. Ja, dat is al zo natuurlijk. Ja. Yeah. Dus wat er door verandert, door helderheid, is dat die laag ontkenning eraf gaat. Ja. Het net doen alsof ik zus of zo ben. Of alleen maar zus of zo ben. Of trappen in waanideeën van, als we nou allemaal maar zus, dan wordt alles harmonisch. De mensheid is nog nooit harmonieus geweest. Weet je wel, dus een conflictvrij samenleven is een illusie. Wat je wel kan doen, is kijken welke dingen kun je inzetten om de extremere vormen gewoon wat te temperen. Zonder dat dat weer een te knellend ding wordt, want dan gaat al het leven eruit. Want duisternis is ook de bron van creativiteit. En die kan een fraaie vorm nemen, muziek, kunst. En degene die andere mensen martelen, zijn ook creatief in hun methode. Dus ook creativiteit, schrijf ik ergens, is niet alleen maar een positief woord. Je kunt er heel vindingrijk in zijn en een ander kwellen. Gevangenis is een van de meest creatieve plekken. Ja, ik denk dat daar heel veel verzonnen wordt, ja. En niet altijd even plezierig, behalve voor degene die het toepast. Dat is ook zoiets, hè. Zinloos geweld zeggen ze dan wel eens. Nou, degene die het pleegt had er zin in, dus. Volgens mij bestaat dat niet. Ik heb zelf met, als ik praktische dingen heb doen, zoals van huishoudelijke taken, dat soort dingen, dan ik heb een enorm sterk patroon van vermijding daaromheen. En ik heb recentelijk wel begin ik te merken dat als ik dan die vermijding doorbreek, dat ik dan heel snel daarin terechtkom, in zo'n heel duister, destructief, hatelijk stuk. En is het dan eigenlijk gewoon een kwestie van zien is genoeg? En dan gewoon voorzichtig af en toe dat aanraken en dan als het ook wel te bord terug... Als zien ook voelen betekent wel, ja. Ja, ja, dat bedoel want ik. Want het wil gevoeld worden, ja. 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 Dus zien is dan meer de erkenning van dat het er is. En dan gewoon er contact proberen mee te maken, zonder proberen het af te keuren of in te ruilen of iets mee uit te halen. Gewoon feel it. Want dan krijgt het de gelegenheid om omhoog te komen en misschien je systeem te verlaten met stukje en beetje. En dat betekent ook altijd, dus zin is voor mij een zeer omvattende term, van dat we goed luisteren. Want het kan zijn, zoals ik in ander verband er straks al zei, dat het ineens iets laat zien of zegt. Dus waar het naar verwijst, een stuk zelfafwijzing bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Maar ik had een tijdje geleden, was het voor de eerste lange tijd dat ik daar weer aan raakte. En wat ik ook merkte is dat toen was het even ook heel erg geloofwaardig, komt er een verhaal bij. En dan... Toen zat ik daar ook een tijdje in, tot op een gegeven moment gewoon ook ergens anders naartoe ging en toen zakte dat gelukkig weer. Maar, wat leuk kan zijn als dat weer is gebeurd en je hebt helderheid genoeg om het verhaal te zien, om het eens op te schrijven. Dan kun je namelijk later in een andere stemming, waarin je wat neutraler bent, eens kijken welk verhaal hier overeind gehouden wordt. Welke elementen daarin zitten.
Want zoals ik al zei, van iets waar wij hinder van hebben, zoals in dit voorbeeld, bestaat uit een deel emotionele lading en een deel verhaal, of een overtuiging. Dus dat zijn twee ingangen die we hebben om daar iets mee te kunnen. Ja, in dit geval was het verhaal niet per se heel verhelderd, maar misschien wel als je het zou opschrijven. Maar het was meer op dat moment eigenlijk gewoon argumenten of gewoon alleen maar een soort van steeds van er moet iets kapot of zo. Ik moet kapot, die man moet kapot, zoiets soort van. Dus ja, en toen dacht ik ook van, misschien ga ik dit nu eens onderzoeken. Maar toen merkte ik, het werd alleen van zijn maar zo'n geloofwaardig ding waar ik dan alleen maar in zat. Ja, goed, dat kan dus op een ander moment benaderd worden, oké. Dus er is een vernietigingsdrang. Ja. Oké. Waar komt dat vandaan? Welke aannames hebben hiermee te maken? Welke emotionele ondergrond heeft dit? Wat levert dat op? We kunnen gewoon creatieve vragen gaan stellen daarover. Weet je wel, kijken of ik het uit kan pakken, want het is een samengesteld iets. Het kan voelen als één ding, maar het bestaat uit een x-aantal elementjes. Als ik er al een paar van kan doorzien, dan werkt het meestal al niet meer. Grappig, alleen dit al horen, het lijkt alsof het ook zichzelf beschermt door meer van hetzelfde of zo. Dus het idee om het te gaan onderzoeken roept eigenlijk op meer van hetzelfde, van nee, dat gaan we niet doen. Ja, sure, natuurlijk. Want het is, je zou het kunnen zien als een subdeeltje. Ik heb het wel eens gehad over het ik als dorp. Dus je kunt het zien als gewoon een van die figuren in dat dorp, of misschien een paar. En die hebben er belang bij natuurlijk dat dat hele verhaal intact blijft. Nou, goed, dat is hun belang, mooi. Mijn belang is uit te vogelen of ik er toch achter kan komen. What is going on? Daar interesse in te hebben. In plaats van alleen maar zeggen van dit is slecht of juist van ja, dat gaan we doen. Ik hoorde jou een keer in zo'n opname het hebben over van dat je een soort muur tegenkomt die dan eigenlijk van rijstpapier blijkt te zijn of zo. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat ik daar al best wel vaak tegen aangebotst ben. En dan komt er dus een soort van heel soort van oerangst op of zo. Ja, het is misschien niet zo'n nuttige vraag, maar is daar meer over te zeggen nog dan dat het gewoon een kwestie is van dat blijf je nu eenmaal opzoeken en zie je het maar en dan. Ja, je moet zo vaak mogelijk bij die zogenaamde muur zien te komen. Ja. En op een gegeven moment krijg je dus door dat hij niet van beton is. En het gekke is, het voelt toch helemaal niet van beton. Het voelt zeg maar meer dan, ik vind het een lastig woord, maar energetisch of zo. Het voelt heel erg als gewoon dat de angst ervoor eigenlijk de muur is. Of zo. Ja, voilà, heel goed. Maar dan is het toch een stuk denk ik dat zegt van ja, goed, het lukt elke keer niet om doorheen te komen. Dus, maar goed, ook weer een stuk die het blijft opzoeken. Ja, dus wat ik al eerder zei, van wat we moeten proberen is het gewoon bij vandaag houden. Dus ik sta nu voor die muur. Ja. De voorgaande keren doen er niet toe, de volgende keren doen er niet toe. Wat kan ik er nu mee? Kan ik er contact mee maken? Kan ik proberen er doorheen te komen? Moet ik daar met een flinke kracht doorheen of juist met iets heel subtiels? Ja, als ik 5 keer het geprobeerd heb en dan kan ik mijn ervaring of verleden wel gebruiken met mijn kop er doorheen te rammen en dat werkt niet, behalve een bult. Is dat misschien de verkeerde benadering? Zoals ik het ervaren heb en wel eens beschreven heb, was het van oké, je komt met heel veel inspanning, inclusief wat vechtachtige houding, een heel eind komen. En toen was er een punt van, nou, met die attitude kom je hier niet binnen, zeg maar. Dus als jij nou eens gewoon rustig gaat zitten en een beetje kalmeert, dan kijken we nog wel eens. Nou, dan moeten we zo'n ongeduldig ding gaan zitten kalmeren. Dat duurt een tijdje. Niet omdat die muur, of ik noemde dat dan een poortwachter, zo machtig was, maar mijn ongeduld was vrij groot. En met ongeduld kwam je niet dat stapje verder. Kijk, ik snap, het is dan gewoon een kwestie van het ongeduld verdragen dan? Ja, dat moest ik leren. Ja. Want die actieve modus aanvankelijk, die was vrij sterk. De modus van gewoon zijn was nog niet zo sterk. En dus ook het inzicht was nog niet zo sterk dat door gewoon te zijn er al heel veel dingetjes gebeuren. Alleen je bewuste geest heeft die niet zo heel erg in de gaten. Dus die bewuste geest, dat ikkerige deeltje, dat had niet het idee dat er echt gewerkt werd. Maar dat gebeurde meer ondergrond, zeg maar. Vandaar dat ik wel eens riep van in de winter lijkt er niks te gebeuren. Maar onder de grond, op het niveau van de wortels, wordt de lente al voorbereid. Alleen je ziet het niet. De bomen zijn kaal.
Weet je wel, nou, met dat aspect had ik moeite, gewoon verzinken in zijn. Sommige dingen worden daardoor opgelost. Andere dingen worden opgelost door een meer actieve houding. Van onrust is, wat ik eerder beschreef over die soort van haat en zo, is dat, kun je al zeg maar door dat reispapier heen breken op een veilige manier voordat we zullen zien. Er zijn geen garanties en ik zal nooit zeggen tegen iedereen, zoals moeders tegen kinderen doen, het komt wel goed. Want dat weten we niet. Iedere zinvolle stap die een mens zet, op welk terrein dan ook, is ook risicovol. Als we daar geen zin in hebben, blijf maar lekker op je plek. Maar het had natuurlijk ook gekund dat je had gezegd, nou, het is belangrijk om eerst nog even wat te baggeren. Ja, dat had gekund. Maar als die muur zich manifesteert, heb ik op dat moment met die muur te maken en te kijken wat ik daarmee kan. Ja, dat is waar. En als ik iets anders heb wat ik aan moet kijken, is dat het. Dus ik hou het liever gewoon bij dat wat zich vandaag aandient of op dit moment. Want misschien moet ik op maandag een angst onder ogen komen en op dinsdag contact maken met die muur en op woensdag heb ik vrij, want alles gaat gewoon lekker. Weet je wel, just keep it simple. Ja, objectiveer ze natuurlijk allebei. Ja, yeah, sure. Bovendien doen we soms net alsof, als ik met dit aspectje bezig ben, dat geen relatie zou hebben met alle andere aspecten. Alles is connected, want het is basically één systeem. Dus het maakt niet zo heel veel uit. En het beste is om te dealen met wat aandacht vraagt. Niet wat ik bedenk, maar gewoon, het laat zich wel zien. Je wordt geroepen van, look at this. Dus daarin hebben we meer een volgende houding dan dat wij bepalen hoe de sequentie gaat. Of hoe de frequentie is, of de intensiteit. Nee, ik volg dat gewoon. I listen. You too. Zou je kunnen zeggen, nog terugkomend op dat schaduwverhaal, dat een schaduw een plek is waar de sociaal onwenselijke neigingen naartoe zijn verbannen of zich ophouden? Ja, liever dan zich ophouden, want er naartoe verbannen, dat klinkt alsof het daarvoor leeg was en dat daar iets naartoe geplaatst is. Maar ik heb dus het idee dat dat gewoon bij de menselijke aard hoort. Met andere woorden, niemand wordt zeg maar blanco geboren. No. En dus zijn die ongewenste neigingen of gedragingen automatisch in de schaduw. Ja. I don't believe that. We komen toch in de schaduw afhankelijk van de omgeving waar jij... Ja, kijk, het punt is meer van dat we dat schaduw noemen. Hè? Het is niet dat ze in de schaduw geplaatst zijn of iets dergelijks. We noemen het schaduw omdat we er een beetje bang van zijn. Het hoort gewoon bij ons. Maar wat hoort bij ons dan? Duisternis. Hmm. Ja, maar duisternis is toch sociaal onwenselijk? Wil je zeggen dat voordat de menselijke... Hmm. Societies ontstonden dat er al duisternis in mensen was die... Ja, want agressie hoort er ook bij, om er iets te noemen. Ja, maar dat is toch sociaal onwenselijk? Nee, want die hebben we ook nodig om onze familie of onze stam of whatever te beschermen. Degenen die daar niet toe in staat zijn, die worden uitgemoord. Dus heeft een functie. Dus is dat geen schaduw? De meeste mensen noemen dat soort dingen agressie schaduw. Ja, afhankelijk van waar je woont en met wie? Ja, uiteraard. Je moet niet zomaar erop losmappen. Desondanks zit er een neiging tot geweld in mensen. Om maar een aspect te noemen. Oké, maar dan zou je kunnen zeggen dat er ook
societies zijn geweest waar geweld gewenst was. In andere tijden werd het, werd het zeer anders gewaardeerd, of course. Maar toen was dat dus geen schaduw. Ik denk dat ze het toch geen schaduw zouden noemen. Nee. Toen was misschien vriendelijkheid een schaduw. Ja, zeker. Want als je al te vriendelijk bent, dan you won't survive. Of gevoelens waren de schaduw überhaupt. Ja. Dat is wel alle mogelijkheden. Of heel veel praten over gevoelens. Alles is mogelijk. Daarom is het heel vloeibaar eigenlijk. Ja, natuurlijk. Zeker. Maar ik bedoel, de term schaduw, die is een moderne vending. Ja, ik denk dat ze in die tijden daar helemaal niet over hadden. Maar ik vroeg me gewoon af hoe dat kwam dat iets in de schaduw zich ophoudt. Weet je wel, het is gewoon onderbelicht in principe. Ja, maar precies. Maar daar is een andere opvatting van schaduw. Dan? Anders dan? Waar het voor bedoeld werd. Het staat niet per se in de schaduw van iets. Er werd gewoon een verwijzing gemaakt naar iets duisters. Ja. Wanneer is iets duister? Dat is toch als het niet in licht mag komen, toch? Dat is iets wat je terug... Ja, of zoals ik er soms naar kijk, van iets wat niet past in een bepaald verhaaltje. Dus vandaar dat ik begon over het idee wat toch een beetje is gaan heersen van mensen zijn eigenlijk goed. Of zelfs het verhaal van een kind is een onbeschreven blad of zo, wat ook onzin is. Mm-hmm. Weet je wel, dan parkeren we van allerlei gedragingen in de schaduw. Maar daarmee zijn ze nog niet weg en ze zoeken een uitweg. Mm-hmm. Dus het lijkt mij niet verstandig. Ik heb het liever bewust. Maar als ik een verhaal wil ophangen van wij zijn eigenlijk goed, dan moet ik inderdaad allerlei gedragingen of geneigdheden buiten beeld gaan houden. Dus in het donker zetten. Zit je niet sowieso met licht en donker, dat gewoon twee kanten van diezelfde medaille zijn? En dat zijn hele oude verhalen, want bijna in alle mythes komen dat soort licht- en duisternis aspecten aan bod. Wat natuurlijk meteen al geestig is dat we dan net doen alsof er maar twee elementen zijn. Het is een hele dualistische manier van kijken. Maar er zit toch ook geen enkele vorm van waarheid in? Nope. Nee, dus die dingen kunnen ook verschuiven. Ja. Yes. En wat wij meestal doen, is dat we ze dan tegenover elkaar plaatsen. Terwijl in het uberbekende yin en yang dingetje lopen ze in elkaar over. En het element van het een zit ook in het ander. Dat lijkt al iets zinniger. Maar dan nog zijn het maar twee elementen, wat een beetje karig dieet is. Dan ga je geloven bij de mystie. Ja, natuurlijk. Toch? Ja, maar we willen soms dingen duidelijk maken en dat wij zo denken, dat is gewoon door hoe onze hersenen werken. Die werken gewoon basically in ene en nullen. Dus het is waar of het is niet waar, weet je wel. We verzinnen zelden een derde element erbij. Maar jij zegt in feite, het is een gegeven. Yes. Het is gewoon een gegeven van de mens. Yes. Twee polen. Nou, meerdere aspecten in ieder geval, waar de duisternis ook bij hoort. Die hoort ook bij ons. En ik heb zelf verder niet het idee dat alleen maar slecht zou zijn. Want ik heb wel eens een keer een stukje geschreven over agressie. En de mensen die hebben dan een hekel aan agressie. En dan zeg ik van oké, probeer maar eens een voedsel tot je te nemen zonder agressie. Je zult iets anders moeten vernietigen om het op te nemen. Dus we hebben het nodig. En een hond die niet een signaal kan geven van stop, ja, die wordt een speelbal van de rest van de pack. Weet je wel, dus agressie is niet alleen maar van ik sla er in het blinde op los, maar ook zeggen van stop, nee. Dus heel veel van die menselijke trekken, dat zijn een soort waaier van mogelijkheden of een gradatie ding. Van de totale afwezigheid van agressie, dan ben je een voetveeg. Als dat ding op maximaal staat, dan ben je een tiran. Het lijkt me allebei een slecht ding, dus je moet kijken van hoe het afgeregeld wordt en gecombineerd wordt met allerlei andere aspecten. Zodat je een soort samenhangend ding krijgt, of mens, of samenleving, of familie, die duurzaam kan bestaan.
Maar al die elementjes zullen hun plek moeten krijgen. En niet alleen maar het kan nooit alleen maar yin worden. Zou je van balans kunnen spreken? Ja, een balans, maar dan dus niet tussen twee, maar meerdere elementen. Ja, ja. Er zijn allerlei spanningsvelden. Dat is intelligent ermee omgaan, of niet? Yes, of course. Voor zover dat gaat. Ja. Dit woord gebruik ik ook, maar ik sis eigenlijk. En ik heb bijna nooit een probleem. En dat is wonderbaarlijk. Yes, maar het is nog steeds agressie. Yes, maar je kunt dus anders daarmee leren omgaan. Yes. In plaats van zeggen het is slecht of het mag niet. Ja, cool. Als je zegt let it rip, dan kan ik me daar van alles bij voorstellen, maar misschien wil je nog toelichten wat jij daar precies mee bedoelt. Let it rip. Gebruikte het woord vrije val. Nou, precies dat. Komma. Want de neiging kan er zijn om vast te klampen aan dingen of te veel in de stress te raken. En dat is very understandable. Maar hoe meer we dit kunnen doen, handen er vanaf, gewoon kijken wat er gebeuren wil, moment by moment, dan is er de minste ellende, denk ik. Als ik dan toch van de glijbaan moet, dan kan ik beter niet
Want daar zitten die puntjes allemaal. Dat niet meer. Dus dit, zo'n principe geldt in klein verband. Dus als we een vervuilend ding, zeg maar, zetten, erdoor voelen, dan bring it on. Dan maar ook gewoon verteren die handel. En in grotere dingen is eigenlijk hetzelfde principe. En toen merk ik me verzet tegen wat toch gebeurt. Hoe ellendiger ik het maak. En dan kan ik nog steeds mijn verstand gebruiken, maar niet meer vanuit die hele anxious modus. Relax into it. En zeker bij grotere bewegingen in ons leven is het handig om proberen, zeg maar, tot een soort nulpunt terug te komen van ik ben bewustzijn. Ik kijk naar wat hier plaatsvindt. Ik ben niet het leidend voorwerp in dit geval. En dan niet als een bezweringsformule, maar proberen bij dat perspectief te komen. Ik ben bewustzijn die een tijd lang gewoon dit rare tovertoneel meemaakt. Bewustzijn heeft strikt genomen, ja, het is prettig voor het organisme, maar bewustzijn heeft geen huis nodig, heeft geen geld nodig, heeft geen partner of vrienden of kinderen of weet ik wel wat. Het is gewoon een soort oog, een soort voelend oog, een niets wat ziet. Nou, als ik daar kan komen bij dat perspectief, dan ontspant het hele systeem. En een ontspannen systeem op het relatieve level is intelligenter en handiger met dingen dan een overstressed systeem van oh my god, als het maar goed gaat. Whatever that may mean. Ja, ik had net in het kleine, toen ik net met jou even dat uitwisselde, was er allerlei turmoil, zullen we maar zeggen. Maar dat werd gezien of waar, ja. Had geen behoefte om daarin te gaan, omdat het slechts die turmoil is, zeg maar. Yes. Dus dat is, zeg maar, in het klein wat jij... En dat zal af en toe de kop opsteken. En dan kunnen we dat dus als een soort spiritual practice gebruiken. Van oké, het steekt de kop op, maar laat ik me erin zuigen of niet? Dan wordt het interessant. Mm-hmm. En dan heb ik daar nog iets aan. Als het dan toch de kop opsteekt, kan ik eruit blijven. Zonder het te ontkennen of te willen inruilen voor iets anders, oké. Er is turmoil. Mm-hmm. Er is ook space. En er is ook stilte. En er zijn ook vogels. Dank je. Welkom. Ga je om met conditioneringen? Zoals? Nou, bijvoorbeeld dat je geïrriteerd reageert op een bepaald ding. Op een gegeven moment wordt dat je helder, dat je daar wat te zien. Maar hoe zou je dat daar eerder dat kunnen onderscheppen, ondermijnen? Dat het niet heel lang hoeft te duren voordat je dan pas die conditionering aangaat. Dat is dan één van, maar je hebt er natuurlijk
onder en wat eigenlijk gewoon aangeleerd gedrag is. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Nou, net als met alles. Dus het heeft een gevoelscomponent of een emotionele component en een verhaaltje. Dus wat de gevoelscomponent of de emotionele component betreft, van kun je sneller oppikken. Want het bouwt zich op. Hè? Ja. Mensen zeggen soms van in één keer was ik. Nou, dus het bouwt zich op. Dus hoe alerter we erop zijn, hoe eerder ik kan merken van er begint eens een irritatietje en nog een irritatietje. En niet wachten tot je er acht hebt. En hoe breng je die aandacht daar sneller naartoe? Als je hem belangrijk genoeg vindt. Dus daar kunnen we ons wel voornemen, maar het is meer van oké, ik heb nou gezien dat dit gedrag zoveel commotie genereert en weinig oplevert, dan wordt het een belangrijk thema voor je en dan ga je er beter op letten. Nou, dan kun je dus op de lading, het ladingsniveau letten. Of je kunt gaan kijken hoe dat verhaaltje eigenlijk, wat er ook bij betrokken is, in elkaar zit. Dus hoe je het legitimeert, als het ware, dat het terecht is om hier of daar geïrriteerd over te zijn. Ja. Er zitten aannames bij. Dit zou niet mogen gebeuren of whatever. Een of ander verhaaltje. Nou, als ik dat verhaaltje helder heb, kan ik gaan proberen om het verhaaltje te slopen. Want ik ben ervan overtuigd dat het volledig terecht is om in deze situatie zo te reageren. Oké, kan ik dat ondermijnen? En heb je tips voor dat slopen? Ja, dan zou ik meer moeten weten over waar het over gaat. Natuurlijk. Nou, dat kan onterecht wel eens te fel zijn. Nou ja, hoe zou je dan met meer explosiviteit dat onderzoeken? Ja, ik zou willen weten wat de thematieken zijn en waar iemand voor staat. Want we reageren vaak op een soort symboolachtig iets. En we zien, maar die is helemaal niet meer. Maar die is iets geworden in mijn geest. Dus een heldere, frisse blik daarop krijgen kan handig zijn. Snappen waarom die ander doet wat die doet. Wat mij dan irriteert. Maar als ik daar meer begrip voor kan krijgen, kan het zijn dat mijn houding ook al verandert. Dus er zijn eindeloos veel ingangen eigenlijk om daar naar te kijken. Een opmerking nog wel, van als je zegt van waar ik op getriggerd word, bewijst waar ik niet vrij ben, daar zitten premissen onder dat we totaal triggerloos door het leven zouden kunnen gaan en daar geloof ik niet in. Nee. Dus als ingang om bewust te worden van dingen, ja, als het ideaalbeeld is van als ik vrij ben word ik nergens meer door getriggerd, dan hebben we een illusie te pakken. Ja. Het zijn natuurlijk wel dingen waar je misschien onterecht. Yes. Nou ja, als je dat zelf ziet, dus niet als het je aangepraat is, maar als je dat zelf ziet als onterecht of niet kloppend, dan is het prima en dan moeten we proberen het te onderzoeken op allerlei mogelijke manieren. En het kan leuk zijn dus gewoon om daarnaar te kijken van hoe dynamieken werken en hoe ik, als ik anders kijk, want waarom hebben we vaak dezelfde reactie op hetzelfde ding? Omdat we hem steeds op dezelfde manier benaderen. Heb je haar weer. En dan dat we invullen, we vullen heel veel in. Van oké, dat die ander dit doet wat mij triggert, dat komt daar en daar en daar en daardoor. Weet ik dat echt? Is er een ander perspectief op mogelijk? Doet zij niet precies dat ding als zij zelf uit balans is? Is het een aanval als het zoiets is of is het eigenlijk een vraag om iets? Die ander, die ziet mij niet voor wie ik ben. Zie ik die ander wel? Ze luistert nooit naar mij. Wat hoor ik eigenlijk? En je kunt heel veel dingen omdraaien. Dat is kind of funny. Ik doe dat liever niet, want ik erger me gewoon graag. Dus ik laat ze, ik laat ze lekker zitten. Ik
heb er nog maar een paar over, dus ja, die hou ik. En anders een familieopstelling met Marijn doen. Ik weet daar een hoop van. Could be interesting. Toen ik hier vorige keer was, toen zei op het einde tegen mij, je denkt te veel na. Are you overthinking it, ja. Yeah. En ik voel dan ook heel sterk eigenlijk dat ik, daar ga helemaal niet over, dat gebeurt maar ofzo. Maar ja, dat is ook een beetje een soort valkuil natuurlijk, van ik doe het toch niet zelf. Ik kom een beetje tot de conclusie dat de enige manier om daar uit te komen is om zeg maar proberen zo goed mogelijk te blijven opletten, zien dat het niet zoveel oplevert en je aandacht af en toe proberen te verleggen naar de ruimte omheen of yes. Gewoon je voet ofzo. Yes. Dus je gaat ermee spelen. Dus ik kan mechanisch blijven en dan dus het als excuus gebruiken van ik ga er niet over. Wat een excuus is voor toegeeflijkheid en een gebrek aan creativiteit. Want dan sta ik mezelf toe hetzelfde ding 100 keer op dezelfde manier te benaderen. En oh ja, zie je wel, ik kan niks aan doen. Weet je wel, dan wordt het een beetje slap verhaal. We kunnen ermee spelen. Ik kan mezelf uitdagen. Want ik bedoel, anders kan ik ook zeggen van, ik ben zo hoog en ik kan niet lopen. Nou ja, zo ben ik nou eenmaal, dus ik ben een baby en ik ga niet leren lopen, want ja, zo ben ik nou eenmaal. Dat is een beetje jammer. Is het zo'n pool of zo? Het is gewoon verslavend of zo? Ja, dat zou kunnen. Dus als we het onderzoeken, dan kan het heel goed zijn dat iets waarvan we beweren dat we het vervelend vinden, dat een heel ander aspect in ons het eigenlijk wel lekker vindt. Zoals ik ontdekte, dat heb ik vaker verteld, met dat depressieve gedoe van me, een deel van me hield daarvan. Want het levert namelijk ook voordelen op. Als je depressief bent, dan hoef je niks. En ze durven niks van je te vragen. Dus je kunt je overal onderuit wurmen. Nee, ik ben te down. Nou ja, tuurlijk, ja. Weet je wel, nou, ieder dingetje waar wij lekker op gaan, dat heeft ergens ook voordelen. Dus daarom vroeg ik ook mensen wel eens met een hang-up of een ding wat ze repeaten. Van, wat is het voordeel? Want je zegt wel dat je er van af wil, maar is dat wel zo? Ja, dat vind ik ook best wel verwarrend terrein of zo. Want ik merk dus in mijn leven dat ik aan de ene kant een heel sterke soort van richting of impuls voel om me hiermee bezig te houden. Met uiteindelijk een soort van, met wat de fuck gebeurt hier nou eigenlijk? En die leegte op te zoeken of zo. Mm-hmm. En ik zie dan gewoon mezelf zoveel dingen doen dat ik denk van dit heeft er helemaal niks mee te maken. Ik ben nu dus... En het is inderdaad fijn. Het is, ja, het is gewoon... verslavend of zo. Ja, daar heel goed naar kijken en dus goud eerlijk over zijn, mm-hmm. is super handig. Ik heb dat vaker, weet je hoor, en dan komen mensen van, ja, ik ben heel erg met non-dualiteit bezig, zoals ze dat dan noemen en zo, en al jaren, en dan denk ik, ja, merk er niks van. Weet je wel, en dan ga je een beetje doorvragen van wat ze er eigenlijk aan het doen zijn. Nou, 5 uur per dag zitten ze in een of ander ding te staren. En ze doen nog van allerlei dingen, en ze hier feestje en verjaardag en weet ik. En dat klinkt mij niet echt als een gefocuste exercitie om ergens te komen. Ja. Ik heb het gevoel dat ik daar behoorlijk eerlijk over ben. Goed. Alleen het grappige is dus dat er vooralsnog niet super veel verandert. Ik zie het dan. En maar goed, misschien moet dat dan groeien, dat stuk dat ze op een gegeven moment zegt, ja, nou is het klaar met die onzin. Ja, en jezelf het af en toe lastig maken van, net alsof je tegen een ander praat van, je wou toch met non-dualiteit bezig, je wou toch dingen onderzoeken, is dit onderzoek? Jezelf een beetje treiteren kan ook. Ja, het voelt zeg maar ook alsof het echt zo'n 2 personen zijn. Ja, het zijn er meer, maar... Of met die onzin, ik ga gewoon lekker op de telefoon zitten. Ja, uiteraard. En dus degene die de meeste voeding krijgt, wint. Ja, maar wie is dan degene die de voeding geeft, zeg maar? Jij, want je bent geen van die 2. Dat zijn 2 schijnfiguren. Je moet ermee stoeien, je moet ermee worstelen. En als je dus je wil ontwikkelen, dus degene die beter gitaar wil leren spelen, moet niet op zijn telefoontje zitten, maar gitaar spelen. Of hij moet ermee ophouden zichzelf wijs te maken dat hij gitaar wil spelen. Dat kan ook. Ja, je komt uiteindelijk zo van bij een soort niks uit of zo.
Ja, waar komt die wil vandaan? Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar zo beweeg je de weerbaar weg en er gebeurt niks. Dus we kunnen eindeloos over dingen gaan nadenken of zeggen van we gaan dit aanpakken. Dus het is vanaf nu verboden, de komende 3 maanden, om langer dan 1,5 uur per week op die telefoon te zitten. Maar is dat dan niet liefdeloos? Want het voelt, zeg maar, het voelt dan te confronterend. Ja. Het is heel liefdeloos voor iemand die gitaar wil spelen om gitaar te spelen. En te doen wat de gitaarleraar zegt. Waar we aan het proberen zijn, is te kijken of er wel een werkelijke intrinsieke motivatie is, of dat er alleen een verhaaltje in de lucht hangt. No victory without sacrifice, zal ik maar zeggen. Grappig, ik krijg een beetje in de war, dat is ook een wapen dat mijn geest vaak inzet, volgens mij. Dat is wat ik wou net zeggen, dat is een van jouw trucs. Ja. Eén ding is duidelijk, als we toegeeflijk blijven naar de trucks die ons weghouden bij wat we te doen hebben, dan zitten we over een jaar nog ongeveer op hetzelfde punt. En dat is een beetje jammer, niet? Ja. Nou goed, we zijn toegeeflijk 2 uur per week. Ja, week, ja, week. Het is grappig, want ik heb niet het gevoel dat er iets gebeurt ofzo. Misschien wel een leuke toevoeging, dat bij je instelling op je telefoon, dan kun je ook echt zien hoeveel je per dag op hebt gezet. Ja, dat heb ik niet nodig. Ik heb wel een behoorlijk idee van hoe erg het is. Maar dankjewel. Bij mij kan ik dat ook altijd goed zien, want dan zet ik hem eens aan na een week en dan niks. Ja, 3 sms'jes die ik dan gemist heb. Maar. Ja, veel angst komt dan. Ja, maar die is er al, dus dat is niet nieuw. Dus nu wordt dus het wapen, nee, gewoon even opletten, dat is niet tegen jou. Nu wordt het wapen van angst ingezet als een argument. Van als ik dit en dat ga doen, word ik bang. Nee, je was al bang. Want anders deed je dat allemaal niet. Dat weet ik. Ja, right. Dus de angstargument is gewoon gelul. Maar er is toch een groot verschil tussen, zeg maar, de angst gewoon in een doosje houden of onder water duwen, of dat je de confrontatie ermee aan... Ja, als je er iets mee wil, zou je de confrontatie ermee aan moeten en niet het hele tijd weglezen of whatever. Want dan blijf je zo. Ja. Wie buigt voor angst, blijft bang. Daar moet iets mee. En het vraagt erom. En het vraagt niet alleen maar om afleiding. En het vraagt er ook niet om, kom ik weer met dat gezeur over die gitaar, van ik word niet beter in gitaar spelen als ik de hele tijd mijmer over gitaar spelen. Dan zou het niet beter zijn om, zal ik dan een steel string nemen of een akoestische met een nylon staren. Misschien is een Gibson wel leuk, maar ja, die zijn een beetje duur. Zal ik beginnen met Bach of de Beatles? Of? Nou, morgen. Ik vind het heel grappig, want ik zie het ook. Het zijn een soort van defensiemechanismen of zo. En tegelijkertijd, het voelt allemaal heel organisch of zo. Het is gewoon, ja, omdat je eraan gewend bent. Iemand die heel lang zijn spieren heeft vastgezet, die voelt het ook op een gegeven moment niet meer en denkt dat hij zo is. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, zeg maar, ook die wisseling of zo. Want ik ben ook best wel veel tijd er wel mee bezig. En het voelt dan gewoon, dat voelt ook kloppend of zo. Van, net als een kwal of zo, die zo gewoon samen trekt en ontspant of zo.
Nee, ik heb geen enkel bezwaar tegen af en toe ontspanning of afleiding. Maar de mate waarin, zeker in een onderzoeksperiode en dat dingen op gang gebracht moeten worden. We hebben vrij veel energie nodig om door de branding heen te komen. En anders krijgen we van, ik ben er wel mee bezig, maar dan heb ik 3 stappen gezet in de metaforische branding. En dan ben ik er weer niet mee bezig, dan lig ik weer op het strand. We zijn te toegeeflijk en zeker in aanvangsfase. En dan denken we ook nog van, dan zijn we, dat heb ik vaker gezegd, van eigenlijk moeten we iets aankijken of onderzoeken. Maar wat doe ik? Ik ga een boekje lezen. En dan zeggen we, ik ben ermee bezig hoor. Of ik moet iets doorvoelen of aankijken en echt iets uitzoeken. Nee, ik zet een satsang video op. Ik ben met non-dualiteit bezig. No, you're not. Ik heb er 8 uur aan besteed deze week. Nope. Je hebt er 0 uur aan besteed, want je deed op ieder moment precies het verkeerde. En dat, ik ben zo vervelend, omdat ik bij mezelf gezien heb hoe die neigingen waren. Dan wist ik dat ik iets echt moest uitzoeken of echt voelen. Wat deed ik? Ging gauw niet zo'n data lezen. Want dan hoefde ik niet. Oh ja, ja, een mooie inzicht opgedaan. Nee, je bent ergens voor weggelopen. En je hebt niet zo'n data misbruikt als excuus. Het is maar goed dat hij je niet zag, want dan had je een schop gekregen. En als we het, zeg maar, het lezen of luisteren, kijken naar satsang en dat soort dingen, als dat op dat moment vruchtbaar voelt, als het niet in de plaats komt van iets wat eigenlijk moest gebeuren, is het uitstekend. Maar ik moet de eerlijkheid hebben om te zien van, kijk ik nu naar deze video om afleiding te zoeken, of werkelijk om geïnspireerd te raken, of hoe je dat wil noemen. Had ik niet eigenlijk dit moeten aankijken of doen? Dit kun je als een sleutel gebruiken. Gebruik de dingen die er zijn niet op het verkeerde moment. Je hebt ook mensen die moeten iets belangrijks doorvoelen en dan gaan ze zitten mediteren om weer rustig te worden. Dat is stupid. Dan doe je precies niet wat je moest doen. Wil dat zeggen dat een keer gaan zitten mediteren kwaad kan? Nee, natuurlijk niet. Maar niet als er iets anders gedaan moet worden. Onderscheidingsvermogen en eerlijkheid, superbelangrijk. Ik heb heel veel tijd verknoeid door de hele tijd de juiste dingen op het verkeerde moment te doen. Ja, ik denk dat het met onderscheidingsvermogen bij mij wel redelijk goed zit. Alleen dat ik gewoon te toegeeflijk ben of zo. Dat denk ik, ja. Dat is wat ik probeer te zijn. Ja. Heel voorzichtig. Ja, dat is wel Achilles hieltje. Ja. En dat is dus fijn als je weet wat je ding is, want dan kun je daar dus vrij snel stappen maken. If you change that, dan gaat er een heleboel voor je werken. If you don't, dan ga je een hele tijd nog tijd verknoeien, basically. Dat is jammer. Voor jou. Good. Thank you. Doei. Nick, dank je.